Yeah. We zijn vanavond te gast bij Davy. Hij heeft zijn vrienden Olivier en Jelle uitgenodigd om te pokeren. Voilà, hier in de chique kus. Oké, als we beginnen met pokergassen. Maar omdat ik de pro ben en jullie de beginners zijn, zal ik iets laten zien wat moet. Ja, mijn ouders waren weg, dus ik was alleen thuis. Dus ik heb een paar vrienden uitgenodigd voor te pokeren. Allee, ik kost dat nog niet. Dus Olivier heeft mij dat geleerd. Ik dacht, ik ga afkomen met dat spel en dat ik de hele tijd zal winnen. Maar uiteindelijk begonnen we dan en dan begon hij te winnen. En dan... Ik ga alleen. Ja, in het begin vond ik dat wel saai, maar uiteindelijk ben ik gewonnen ook. Dus ik vond het eigenlijk heel leuk. Gewonnen zijn. Maar Dave, ik ben wel onder de indruk, hè, alleen. Voor een beginner kun je dat wel heel goed. Beginnersgeluk zeker. Ik weet dat niet. Jammer dat we niet voor geld hebben gespeeld. Anders had je ziek veel gewonnen. Dat is illegaal. Speelt jij voor geld? Als hij voor geld zou spelen, zouden we heel veel kunnen winnen. Zeg maar, ik ken zo'n plekje waar ik en andere gasten soms af en toe een keer pokeren. Zou je een keer moeten meegaan? Ik zou keiveel kunnen winnen. Ik denk, je kunt daarvoor gepakt worden. Ja, nee. Oh, moet je alleen. Als de fulken hem dan pakken, dan zit hem pas in de miserie. Met de manier waarop jij speelt, kun je heel veel winnen. Ja. Ja. Die PS3 die ik heb gekocht, is van pokergeld, hè? Echt? Ja, man. Ik zou dat niet doen. Als ik hoor wat hij daar allemaal mee heeft verdiend en zo, hij heeft daar een PlayStation en zo mee kunnen kopen, hij is daarmee op reis geweest, dan heb ik wel zoiets van, ja, dat heb ik er wel voor over. Kijk. Dit briefje had ik gewoon op mijn eerste pokerspel. Al van mijn eerste keer 100 euro. Ik hou dat altijd bij mij als geluk, snap je? Ja. Met de manier waarop jij speelt, zou je heel veel kunnen winnen. Denk je dat echt? Ja, man. Ik denk dat echt niet doen. Als de flikken dat te weten komen. Ja, hij heeft wel 100 euro, hè. Oh ja, hij is gewoon jaloers op mij. Hè. Dat is heel simpel. Hè. Hij gunt me dat niet. Hè. Hij is gewoon jaloers omdat hij dat niet zo goed kan als mij. En wanneer is dat? Je kunt met mij meegaan op deze week zaterdag nog. Hè. Zaterdag? Ja. Kom toch mee. Ik ga heel veel kunnen winnen. Ja, eigenlijk kijk ik wel uit naar zaterdag. Ja, ik ben vooral benieuwd of ik uiteindelijk ga winnen of niet. Want volgens Olivier heb ik echt nooit de goede techniek. Als hij speelt hoe hij nu speelde, dan gaat het wel. Goed komen, gaat hij heel veel winnen. Je wilt me, maar hij zit vastgebonden. Nee, ze blijft van mijn lijf. Blijf uit mijn been. Vanavond is het zover. Davy is op weg naar zijn eerste pokerspel. Oké, wacht. Ik moet nog een paar dingen overlopen. Wacht. Aan de deur worden wij gefouilleerd, oké? Ja. Binnen moet je je gsm afgeven. Want snap je dat je niet wordt gestoord en zo. Ja, ja, ja. Oké, tijdens het spel geen fouten maken, want daar lachen ze niet mee. Als je die fout gemaakt, dan is het gedaan, snap je? Die gasten daarbinnen die lachen niet met dat spel. Dus, die nemen dat heel serieus in. Na het spel wordt afgerekend. Okay. Je kunt lenen, maar ik zou dat beter niet doen. Dat is altijd miserie. Okay. Heb je wel genoeg geld bij? Geld? Ja. Ik heb niks bij, hè. Wat dacht je dat er daar een bankcontact was of zo? Kijk, maar bon, ik ken je wel gelijk. Ik kan nu wel een beetje lenen. Ah ja, oké. Zo. Is goed? Ja. Oké, let's go. Goedenavond. Goedenavond. Ik zie eerst voor je heren. Ja, draaien. Dank je. Oké. Nee. Vallen niet, hè. Ja, dat waren daar zware mannen. Hè. Ik zag dat direct. Dus, ik denk dat daarom is. Hé hey, jongens, gewonnen? Een paar uur later is het spel voorbij. Het werd een vruchtbare avond voor Davy. Eens dat op gang kwam, ja, had ik wel door van oh, deze gaat echt wel goed. Dus dan was ik aan het winnen en ik bleef maar winnen en alles ging goed gaan. Ik heb 200 euro verdiend. Allee, ja, dat zei ook al genoeg. Ik gun hem dat. Maar het was wel schandelijk, dat wel. Ik heb 200 euro gewonnen, dat is toch goed? Ja, dat is goed, maar niet goed voor mij, want ik heb keiveel verloren. Ik heb toch gewonnen, dat is toch goed? Ja, dat is goed, ik ben blij voor u. En morgen doen ze terug dezelfde avond, hè. Dan kunnen we terugkomen, hè. Kunnen we terugwinnen. Nee, we gaan niet, man. Ik bedoel, ik heb geen geld meer om in te zetten ook niet. Ik ben keiveel verloren. En ik hoop dat hij zelf ook niet terugkomt, want als hij zo doorgaat, dat een verslaving wordt. En ik zou niet willen dat hij... Ja, dan kom ik alleen, hè. Nee, man, niet doen. Je weet nog niet hoe je met elkaar zit. Je bent pas begonnen. Je bent maar een beginner. Dus niet doen. Ik denk wel dat ik voel dat dat goed gaat, dat ik het kan, dat ik de techniek te pakken heb. Dus ik denk wel dat ik dan, als ze niet meegaat, dat ik dan alleen kom. Ik raad dat niet aan. Oké, is goed. Ik ben net terug. Ik ben vanavond gaan pokeren.
Ik heb 200 euro verdiend. Normaal moet ik daar 2 avonden voor gaan werken. Allee, ja. En ja, ik voel het gewoon. Ik moet dat blijven doen. Ik ga daar rijk mee worden. Hè. Ja, ook al zegt Olivier dat ik het niet moet, dat ik er misschien niet voor gemaakt ben, ik ga dat gewoon blijven doen. Echt waar. Dat gaat mij gewoon lukken. De volgende dag besluit Davy alleen terug te gaan. Goedenavond. Foyeren. Ja. Allee, draaien, hè. Ja, jongen. Hoorlijk in het systeem, hè. Hup. Ja, ik ga vanavond terug pokeren. Ik ben de vorige keer met Olivier gaan pokeren en dat is keigoed meegevallen. We hebben keiveel gewonnen, dus ik ga vanavond terug hetzelfde doen, hè. Hey, Mekker, dat was plezant. Dus ik ben bij die mannen moeten gaan lenen. Maar echt superveel geld. Ik sta daar gewoon nog bij in het rood bij die mannen. Dus ja, ik ben dan verloren. Ik ben naar buiten gegaan. En ja, ik baal daar echt van. Hè. Ik ga eens naar Olivier bellen. Misschien weet hij wel wat ik moet doen. Olivier haast zich naar Davy. Yo, Dave. What's up? Je komt zo gestrest aan de telefoon, man. Ik kom net terug van een avondje pokeren. Wat? Met diezelfde mannen als zaterdag. Wat? Alleen? Maar luister. Het ging keigoed, echt. Ik was aan het winnen, keer na keer. Ik won elke ronde. Maar dan gingen ze allemaal all-in. Maar jij weet wat dat is, hè. En ja, vandaar is het verkeerd gegaan, hè. Oh man, dat meen je toch niet? Ik heb moeten lenen bij die drie mannen van zaterdag, hè. En ik zat daar nog, ja, ik heb dat verloren, dus ik zat daar nog in het rood. Ik vond het heel dom dat hij had geleend van de drie gasten waar we mee hadden gepokerd, want die zijn heel gevaarlijk. Waarom ben jij niet gestopt? Ik weet het. Maar ja, ik kost het toch zo goed, hè, volgens u. Ja, maar je moet weten wanneer je moet stoppen. Ik weet het. Je moet nooit lenen. Kun je me alstublieft dat geld lenen? Je krijgt dat terug, man. Nee, sorry, man. Ik heb zelf bijna geen geld meer. Wat ik eigenlijk een beetje betwijfel, want hij loopt daar wel in zijn portemonnee rond met briefjes van 100. En je bent alleen gaan, dus je moet proberen dat zelf op te lossen. Maar jij kent die mannen ook, die gaan mij vermoorden. Ja. Die gaan mij iets aandoen, hè. Ja, die gaan je iets aandoen. Maar je had niet alleen moeten gaan, niet lenen. En je had op tijd moeten stoppen. Ik kost het. Je hebt het zelf gezien. Ik kost het. Eigenlijk voel ik me een beetje schuldig, omdat ik hem erheen heb gebracht. Je moet altijd op tijd stoppen. Zelfs ik weet dat je altijd op tijd moet stoppen. Ja, als je geld binnen een paar dagen niet hebt, dan sta ik er slecht voor. Kijk, wat je kunt doen is aan je ouders vertellen. Vertel dat aan je ma of zo. Dat is geen optie. Ik vertel dat nooit aan mijn ma. Dat mag niet. Het is dat of in elkaar geslagen worden. Dat is geen optie. Aan mijn ma vertel ik het niet. Echt niet. Tegen mijn ouders ga ik het echt niet zeggen. Dat is echt geen optie. Het is oftewel aan je ma vertellen of in elkaar geslagen te worden. Jij ziet het. Sorry man, maar ik kan je niet helpen. Ja, ik kom net terug van nog een avondje pokeren. Ik heb dat daar dus grandioos verloren. Dus ja, die mensen willen nu geld. Natuurlijk, kan ik je dat niet allemaal betalen. Hè. Ik heb zoveel geld niet. Dus ja, nu weet ik niet goed wat ik moet doen. Hè. Moet ik het opbiechten aan mijn ouders? Maar ja, dat is eigenlijk al geen optie. En aan Olivier moet ik het ook niet vragen. Dus ja. Hoe kan ik nu zo stom zijn om dat te blijven doen? Allee ja, je ziet wat ervan komt uiteindelijk. Hè. Dat ik zo naïef ben, echt waar. Ik ga er gewoon nog eens een nachtje over slapen, ja. De volgende dag gaat Davy over tot drastische maatregelen. Dus ik had geld nodig, dus ik heb dat uit je zakken gepakt. Weet je, achteraf zal ik dat wel terugbetalen. Hè. Als ik het geld heb, dan geef ik het wel terug, hè, uiteindelijk. Wat Davy niet weet, dat hij van geen onbekende heeft gestolen. What the fuck? Davy trekt met het geld onmiddellijk naar de zware jongens. Olivier gaat mee om hem te beschermen. Kijk, gast. Je hebt al genoeg schade aangericht, dus laat mij het woord voeren, ja? Ik ken die gasten, ik denk dat ik hun een beetje kan kalmeren. Ja, dat is... Oké, laat me het geld zien zodat wij in tekort komen. Het geld? Ja, het geld. Wat is dit? Dat geld dat mijn mama heeft voorgeschoten, dat is die 100 euro. Ik heb dat toch verteld? Uw ma heeft dat voorgeschoten? Ja, alles wat jij hier in hand hebt, heeft mijn mama voorgeschoten, dus ook... Dat briefje. Dave, dit is van mij. Dat is niet waar. Mijn mama heeft dat voorgeschoten. Je gaat niet tegen mij kunnen liegen. Mijn mama heeft dat voorgeschoten. Dit is mijn geluksbrief. Wacht,
Ik was dat kwijt, dus jij hebt dat gestolen. Als ik dat had geweten, had het misschien helemaal anders afgelopen. Ja, je weet toch hoe dat in elkaar zit. Ik had geld nodig. Hè. Ik ging je dat achteraf allemaal teruggeven. Meent je dat nu? Jij kent die mannen toch ook? Allee, jong, die gaan mij vermoorden als ik dat geld niet dus geef. Dus je besloot van mij te stelen? Ja, maar het is voor mijn eigen goed. Jij kent hoe dat, jij weet hoe dat in elkaar zit. Ik ging je dat achteraf allemaal teruggeven. Is de rest dan ook gestolen? Ja, dat maakt toch niet uit. Wacht, ik heb dat vergeten. Ik ga dat allemaal teruggeven. Ja, nu zit ik echt in de shit. Hè. Ik hoop dat dat goed gaat komen. Maar ik begrijp dat Olivier ook boos is. En als ze mij dat niet wilt vergeven, ja, is dat zijn keuze. En aan de ene kant verdient hij dat, maar aan de andere kant, ja... Hij is een beginner, dus hij wist dat ook niet. Een week later. Davy heeft alles opgebiecht aan zijn moeder, die de lening heeft terugbetaald. Davy wil de brokken lijmen met Olivier en lijkt zijn lesje geleerd te hebben. Hey Davy, ik ben het. Ja, kom binnen. Kijk, Davy, ik wil gewoon zeggen dat... Ik wil gewoon sorry zeggen dat ik had geslaan. Ik had dat niet moeten doen. Ja, nee. Ik is sorry. Het is mijn fout. Ik had niet uit die onschuldige mensen hun zakken geld moeten pikken. Ja, maar ik had meer begrip moeten tonen als vriend en proberen te helpen. Ja, nee. Het is echt allemaal mijn fout. Ik had dat gewoon allemaal niet moeten doen. Maar ik heb het ondertussen tegen onze mama even verteld. En ze gaat het terug... Allee, ze heeft het aan iedereen ondertussen al terugbetaald. Alleen als ik onze mama niet had, dan zaten we verder van huis. Hè. Ah, dat is goed. Dat is goed. Dat is zeker goed. Dat is heel goed. Ja, vanavond. Oké, ja, ik ben daar. Oké, bedankt om te laten weten. Ja, later. Pokerberries. Ga je vanavond pokeren? Ja, vanavond is er een spel. Volgende keer een 10 scenes. Waar moet ik mij stellen? Doe maar op je gemak. Kijk naar mij alsof je me wilt. Maar meer voor voorbij. Zo. Man, doe het like you mean it. Echt sexy, Anne-Sophie. Kijk diep mijn verlangen naar mij. Echt zo, ik wil je. Maar je wilt me. Hey. Ja. Ja. Zwaait me je haar. Ze heeft een mooi lichaam, ze is jong, sexy. Ja, het is gewoon een hebben ding.